Crusher, heb je me gemist? Au. Racers, start de motoren! Wie het eerst aan de finish is op de top van de Drakenberg, wint! Ha, dat kan ik alleen maar zijn! Dat dacht ik dus niet, Crusher! Op jullie plaatsen, klaar, af! Blijs, 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 blijs! Hup, Crusher! Ik weet al wat ik kan doen. Ik speel vals. Nog een keer. Kijk uit! Dat scheelde niets. Zo te zien kom ik als eerste over de finish. Echt niet? Wij kunnen Crusher verslaan. Kom op, Blaze. Het is tijd voor wat lichtsnelheid. Goed idee, AJ. Helpen jullie mij om Blaze met lichtsnelheid te laten gaan? Roep, knallen, Blaze. Knallen, Blaze. Woehoe! Yeah! Hou je vast. Woehoe! Haha, daar is de finish al. Nu kan ik echt niet meer verliezen. Blaze en AJ winnen! Yeah. Woo! Go, Blaze! Ongelooflijk! Wat een race was dat! Crusher dacht te winnen door vals te spelen, maar hij vergat één ding. Er gaat niets boven een beste vriend. Moet je al dat gejuich horen? Niet te geloven dat ik heb verloren. Alweer! Jakkes, drakenadem. Hé, bah, niet nog een keer. Uit de weg, cupcakes! Oké! Okay. We zijn bijna klaar. Er is nog maar één muur over. De muur van taart. Ja, die taarten zijn echt super zwaar. De voorlader redt het vast met meer kracht. En hij krijgt zijn kracht door de hydraulische cilinders. Om al die taarten te kunnen tillen, hebben ze een kracht nodig van 10. Kom op, tel mee tot 10. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Gelukt! Phew! Gelukkig maar dat ik al die extra kracht had. Kijk, Blaze! Daar zijn de Pokémon! Snel, we zetten ze uit! Yeah. Oké, okay, we hebben 3 bakkenbots uitgezet. Yeah. Goed gedaan, Blaze. Maar
Wat gaan we nu doen met al dat gebak? Ik help jullie wel. Het is Debris. Oh, la la, wat een puinhoop. Debris is een vuilniswagen. Hij kan ons helpen met al dat gebak. Toch, Debris? Oui, dat is wat ik doe. Jullie laden me vol en ik breng het weg. Voilà, dat ruimt lekker op. Merci voor de samenwerking. Doei, Debris. Bedankt. We moeten die bakkenbot uitzetten. En snel ook. Maar hoe doen we dat zonder dat we geraakt worden door een taart? Ik weet het. We kijken naar een kogelbaan. Overal vizierzicht. Eén taart komt terecht op het roze kleed. Eén op het paarse kleed. En één komt terecht op het blauwe kleed. Dat betekent dus dat we veilig zijn op... het rode kleed! Oké! Kom mee, we gaan verder! Kijk uit, Blaze! De bakkerbot gooit nog meer taarten! Kijk goed naar de kogelbaan. Welk kleed wordt niet geraakt door een taart? Het paarse kleed, ja! Goed zo! Zet hem op, Blaze! We zijn er bijna! Taarten in aantocht! Vlug! Welk kleed wordt niet door een taart geraakt? Het blauwe! Ja, geen kruimeltje! Kom op, Blaze! Nu kun je bij zijn uitknop! Oké! Ja, we hebben de laatste bakkenbot uitgezet! Ja! AJ, dat was echt fantastisch. Jullie hebben de bakkerbots gestopt. Hoe kan ik jullie ooit bedanken? Ach, ze hadden het verdiend. Ja, een koekje van eigen deeg. Huh? Blaze, wat doen we met al die taart in het park? Ik weet het. Met lichtsnelheid ruimen we hier alles bliksemsnel weer op. En om mij met lichtsnelheid te laten opruimen... roep knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Woehoe! Dan gaan we nu wafels bakken. Onze eerste wafel is klaar. Kom op, we gooien hem in de bakpan van de robot. Het werkt. Die grote wafel maakt de ene kant van de robot zwaarder dan de andere. Vlug, we maken er nog meer. Ja! Gelukt! Salukus, grote wafels! Nu ga ik op de junglehoorn blazen en worden alle dieren mijn huisdier. Niemand houdt mij nog tegen. Kijk, Crusher! Reuzenwafels! Reuzen wat, hè? Oh, nee! Daar gaat de junglehoorn! Jongens, ik ben iets op het spoor. Volgens mij is het de junglehoorn. Waar is de junglehoorn?
Ja, daar is hij. Oh, maar hij drijft weg. En snel ook. Oh, mijn junglehoorn. We kunnen hem alleen maar pakken als we heel snel gaan. Dus op lichtsnelheid. Om mij met lichtsnelheid te laten gaan, roep... Knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Kijk, kijk! Daar drijft de junglehoorn! Alle boeren! We moeten de junglehoorn pakken voordat hij bij de waterval is! Net niet! Laat mij eens! Slotbout! Oh nee! Hij is bijna bij de waterval! Ik heb een bijna! Hier, Stripes! Hou je maar vast aan mij! Emmes! Oh nee! We zijn te zwaar! Het haalt de boomstam uit balans! Om in balans te komen hebben we aan de andere kant iets nodig dat net zoveel weegt als Stripes en ik. De junglehoorn! Ik kan hem gebruiken om mijn vrienden te roepen. Ze kunnen ons vast helpen. Gelukt! Daar komen de kikkers! We gaan kijken of de kikkers net zoveel wegen als Blaze en Stripes. Over op vizierzicht. Blaze en Stripes wegen 11. En met elkaar wegen de kikkers... Welk nummer is dit? 3, ja! Maar 11 is meer dan 3. Dat is niet genoeg om in balans te zijn. Kom op, Stripes. Blaas nog maar een keertje. Druk. Hoeveel wegen de dieren nu? 11. Ja! Ze wegen net zoveel als Blaze en Stripes. Oké dan! Het is gelukt, Stripes! Door jouw vrienden is de boomstam in balans. Woehoe! Yeah! Bedankt, dieren! Oké, goed dan. Gaan jullie mee? Daar is hij, Blaze! De geheimzinnige bandiet! Hij probeert te ontsnappen met de trein. Oh nee, hè? Trein vertrekt! De geheimzinnige bandiet ontsnapt! Oh, nu krijgen we onze spullen nooit meer terug! Wow, die trein gaat zo snel! Het lijkt wel alsof hij zweeft! Maar dat kan natuurlijk niet. Treinen zweven niet. Maar die trein wel! Het is een magneetzweeftrein! Magneetzweeftreinen gebruiken magneten om boven de rails te zweven. Ze gaan erg snel! Kijk! Er zitten magneten onder de trein en magneten op de rails. Maar in plaats van dat ze elkaar aantrekken, stoten deze magneten elkaar af. En dat maakt dat de trein zweeft. We kunnen de geheimzinnige bandiet pakken als we zelf ook een magneetzweeftrein bouwen. Oké, ik ben een magneetzweeftrein monstertruck! Blaze, zweven! Instappen! Hou je goed vast allemaal. We gaan die geheimzinnige bandiet inhalen. Daar is de trein van de geheimzinnige bandiet. Hij gaat naar dat treinstation. Wij moeten voor de geheimzinnige bandiet aankomen op het station. Anders gaat hij er weer vandoor. Vlug,
We gaan op lichtsnelheid en dus supersnel. Roep, knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Oh yeah! Het is gelukt, Blaze! We zijn als eerste op het station! Kijk, daar is de trein van de geheimzinnige bandiet! Goed opletten allemaal. Als de deuren opengaan, kunnen we eindelijk de geheimzinnige bandiet pakken. Oh, ik durf te wedden dat het een gemene, slechte dief is, die... Hey jongens! Ferris? Jij bent niet de geheimzinnige bandiet. Jij bent onze vriend. De geheimzinnige bandiet? Wie is dat? Maar als hij niet de bandiet is, betekent dat dan... dat ik nooit meer mijn truckie terugkrijg? Ik ga dat kleine stuk metaal vreselijk missen met zijn metalen bumper. Hey, wacht eens eventjes. Crusher, zei je nu dat je speelgoed van metaal is? Natuurlijk is hij dat. Het meest glimmende metaal dat er bestaat. En Zeg, waar is jouw lepel van gemaakt? Lepel, Zeg, metaal. Mijn moersleutel ook. En onze trofee is ook van metaal. Hè? Het lijkt wel alsof er een patroon ontstaat. Jongens, ik denk dat ik het raadsel heb opgelost. En wie is het, Blaze? Wie is de bandiet? Het antwoord is... er is geen geheimzinnige bandiet. Huh? Onze spullen zijn gepakt door een magneet. De magneet aan de takel van Ferris' truck. Huh? Moet je dat nou zien? Mijn magneet heeft allerlei dingen gepakt. Kijk, Crusher, je speelgoed. Mijn truckie, daar ben je. Favoriete lepel, Zeg. En mijn moersleutel. En onze metalen velgtrofee. Woehoehoe. Hé, hey, het spijt me echt heel erg voor het magneetraadsel, jongens. Geeft niks, Ferris. We zijn al lang blij dat iedereen zijn spullen terug heeft. En dat het raadsel eindelijk is opgelost. Woehoe! Ik heb vast heel veel trek. Hoor maar eens hoe mijn buik rommelt. Wacht eens even. Dat is niet mijn buik. Alle moeren, kijk uit, kalfje. Rustig maar, kalfje. Hier ben je veilig. Blaze, kijk uit! Wow! Oh! Oh! Ja! Blaze, AJ! Uh-oh, Starla en de koeien staan daar helemaal aan de overkant. Mom! Arm kalfje. Ze wil natuurlijk heel graag terug naar haar familie. Ik weet iets. We gebruiken de luchtstromen om aan de overkant te komen. De lucht heeft stroming. Net als de stroming in het water. We maken een voertuig dat kan zweven op de stroming. We maken een deltavlieger. Hou je vast. We gaan zweven op de luchtstromen. Oh, ja! Lekker delta vliegen, Blaze. Wow! Wieldoppen. Dit zijn geen warme luchtstromen. Dit zijn koude luchtstromen. Uh-oh. De koude wind trekt de delta vlieger omlaag. En nu vliegen we te laag om aan de overkant te kunnen komen. Zoek je mee naar warmere lucht om de deltavlieger omhoog te tillen? Als je een stroming warme rode lucht ziet, roep warme lucht! Warme lucht! Woehoe! Yeah! Oké dan, door de warme lucht vliegen we hoger. Maar om het kalfje terug te brengen naar haar familie, moeten we nog hoger vliegen. Als je een rode, warme luchtstroom ziet, roep warme lucht.
lucht. En omhoog. We zijn er bijna, Kalfje. We hoeven nog maar een klein stukje hoger. Als je een warme luchtstroom ziet, roep warme lucht. Gevlogen, partner! Kom mee allemaal! Deze kant op! We zijn er! Oké, koeien. Willen jullie een nieuwe huis zien? Goed, kom maar eens mee dan! Kom op, Lees. We gaan even lekker zagen. Rustig maar, team. Ik zorg dat we er op tijd zijn. Yeah! We gaan op lichtsnelheid en dus supersnel. Om mij met lichtsnelheid te laten gaan, zeg... Knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Het is tijd om te trekballen! Wow, zie die schijnbeweging! Goal! Een punt voor het team van Blaze! Yay! Weer een goal! Punt voor het team van Crusher! Dat gaat lekker, dat gaat goed! Laat er eens zien hoe het moet! Carrington! Goal! Ja! Dit is wat ik heel graag doe! Als een team scoort, scoort het andere team ook! Time-out! Wow, het staat gelijk! Het team dat het volgende punt scoort, wint! Kom op jongens, we kunnen het! We moeten samenwerken als een team en dat beslissende punt scoren! Het team! Oké, jongens, luister goed. We kunnen nog één ding doen om van Blaze te winnen. Samenwerken? Nee,
vals spelen. Ik heb hier iets om Blaze onderuit te halen. Een kannetje superglibberige olie. Trekballen! Succes, Crusher. Wens jezelf maar succes. Slotbout, de bal gleed weg. Nu kan ik winnen. Oh nee. Snel, Blaze. Crusher gaat het laatste punt scoren. En nu het winnende doelpunt. Oh ja! Wat? Starla, vangen! Jumper, Darrington! Over naar jou, Jack! Zek! We wisten dat jullie het konden. Het was een mooie wedstrijd, jongens. We zijn een geweldig team. Ja! Kom op, help me om in een graafmachine met drillboard te veranderen. We hebben een beitel nodig. Een soort wig met een puntig uiteinde dat de rotsen splijt. Om een beitel te maken, roep beitel. Beitel! Oké! Nu hebben we een zuiger nodig die op en neer gaat en die op de platte kant van de beitel slaat. Om de zuiger te maken, roep zuiger. Zuiger! Goed zo! En tot slot hebben we een hefarm nodig die sterk genoeg is om de drillbord te dragen. Om de hefarm te maken, roep hefarm. Hefarm! Oh yeah! Ik ben een drillbord... Oeh. Komen jullie mee? We gaan rotsen breken. Hou vol, hey! Zek en vrienden zijn onderweg. Om boven bij het ei te kunnen komen, moeten we alle rotsen breken zodra we ze zien. Dus als je een rots ziet, roep rots. Rots. Yeah! Het lukt! Zek denkt dat meer rotsen komen. Pak ze, Blaze! Dat gaan we doen. Als je een rots aan ziet komen, roep rots! 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 Waar is het ei? Het is ons gelukt! Oh, eitje. Zek, zorg dat jou niets kan overkomen. Kom op, team. Dan brengen we het ei gauw weer terug naar beneden. Wow! Jullie hebben het ei gered! Dat is fantastisch! Is dat niet fantastisch, Crusher? Ja, maar het was mijn idee dat ze het ei moesten redden. Dus dan ben ik nu ook een held, toch? Nee. Hey, jongens! Kijk eens in die boom! Ei-nest! Ei-nest! Kijk, ei. Jij thuis. Zoals Zek heeft beloofd. Nu tijd voor Zek om te gaan. Braaf zijn, ei. Zek gaat jou missen. Tot ziens, ei. Wacht eens even, Zek. Kijk. Oh, oh, ei gaat uitkomen. Oh, dat wil ik ook zien. Ah. Ei, jij geen ei meer. Jij, een baby Trachodactylus. En jij zo schattig.
baby Trukkadactylus. Kijk! Jouw mama is terug. En zij is vast heel blij om jou te zien. Zeg, dankzij jou is de baby Trukkadactylus weer veilig thuis. Oh, maar dat zonder vrienden van Zeg nooit gelukt. Geef me de band. Oh, Zeg. Ik denk dat baby Trukkadactylus je wil bedanken. Graag gedaan. Crusher, moet je al die wolken eens zien? Wat een prachtige vorm, hè? Oh, kijk die daar eens. Die lijkt wel op een snor. En die wolk lijkt op een hele grote bril. En die daar lijkt precies op een kip! Een kip? Wow. Ah, ik wil niet in de wolken zijn. Ik wil weer omlaag. Oh, komt goed, Crusher. Please en AJ komen ons helpen. Denk je dat echt? Oh, natuurlijk. En als we heel veel geluk hebben, dan komen ze ons redden voordat we botsen met... Dat daar! Oh nee, dat is een vieze, smerige vuilnisbelt. Lees, kijk! Crusher en Pickle hebben een heel groot probleem. We moeten een manier verzinnen hoe we op die raket kunnen springen voordat ze in die stinkende vuilnis belanden. Hé, hey, ik weet iets. We gebruiken een springstok. In een springstok zit een ontzettend grote veer. En als je drukt op de veer, dan veert de veer terug en springt die superhoog. Oké, ik ben een springstok monster truck! Wow! Wieldoppen, we moeten opschieten. Ze zijn al bijna bij de vuilnisbelt. Vlug, stap in. Kijk, daar komt Blaze aan op een springstok. Wauw. Hij kan echt goed springen. Schiet op, we zijn bijna bij de vuilnisbelt. Om de raket in te halen, moeten we nog 10 keer op en neer springen. Tel je met ons mee tot 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar is Blaze. Spring erop. Oké. Goed gesprongen, Blaze. Het is een geluk, Crusher. Blaze en AJ hebben ons gered. Ja, ons gered. Mooi. Kunnen we nu naar beneden? Oh, wacht. Ik heb een beter idee. Nu Crusher en ik gered zijn, kunnen we weer terug naar de kermis en verder spelen. Dat is een goed idee, Pickle. Hou je goed vast allemaal. Dan spring ik ons daar vliegensvlug naartoe. Wacht, spring? Wie zei er iets over springen? Ik heb gewonnen! Hoera voor Zeg! Ja! Geef me de band! Wauw! Wat leuk, hè, Crusher? Iedereen is een winnaar. Oh ja? Niemand is een grotere winnaar dan ik. Ik ga dit spel winnen. Kijk! Oh, bijna. Bijna. Yes. Net ernaast. Nou. Een beetje naar links. Nee,
Immis. Niet getreurd. De laatste keer zat je er echt heel dichtbij. Dit spel is onmogelijk. Ach, je kunt ook niet altijd winnen. Huh? Oh, 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 wow!